Yo, beste kijkers van DB Vissen Team. Welkom bij een nieuw deel Carpvissen Slovenië. En we zijn op een nieuw water, een gravelput, 4-5 meter diep. En het zit echt vol met veertigers. Ja, het is echt niet normaal. We zijn net even met de locals even praten, we hebben een mooie stek kunnen krijgen. Ja, super aardige mensen, willen met alles helpen. Vergunningen zo. We mogen gewoon de auto naar de park doen en daarna de auto wegzetten. Dus echt super, super chill. En vergunning is duur, maar we hebben het voor over. We gaan zeer hard knallen. Het is echt een mooi water, hè? Dikke wel, jongens. We hebben al zo goed gevangen en we gaan nog beter vangen. Ja, dikke bakken, jongens. Knallen. En wat vind je ervan, mannen? Ja, prachtig. Ik denk wel het mooiste water van de triple tot nu toe. Het zijn laatstjes, hè? We kijken ook die bodem verlopen, gewoon lekker greffel, lekker hard. Ja. Mooie kleur blauw. Het zijn 4 of 5 meter diep te zijn. Ja, mooi. Vol met bakken zitten. Ja. We gaan maar even kijken. Ja, ik ben gemotiveerd, hè? Oh. Ik heb ook zin in, hè? Zenuwachtig. Nou, ik zit in de bus. Wat ben je aan het doen? Nou, we waren bezig met opbouwen, maar het regent zo hard, dat is niet normaal. Het is echt voor het eerst dat ik mijn haar kan wassen. En mezelf een beetje kan boenen overal. Dat is echt niet normaal hard regen. Regendans? Dat is het regen, de zonnedans. We hopen op een lekker zonnetje. Maar de haren zijn gewassen. We zijn helemaal fris. Zit jij dat jij nog energie hebt, joh. Heel de nacht lopen het regen. Ja, joh. Ik zie dat water. We hebben er gelijk weer zin in. Ja, één regenbuitje. En je ziet het. De rivier die ook ongeveer door de andere stand deed. Is toch goed? Duimpje omhoog. We hebben daar doorweek te bietsen. Ja, jongens, ik heb even mijn auto weggezet. Ik ga even bij de lokale vissers kijken. Ik hou echt van Slovenië. Ik heb even met ze gepraat. Ze zeggen, ja, wil je Pivo? Wil je bier? Dus ik kreeg een halve liter meteen. En ze hebben super informatie over het water geven. Ik heb echt goede vertrouwen erin. En ze hebben helemaal geen concurrentie of zo. Ze zeggen van ja, het is gewoon goed als je aan de regels houdt. Dan, mag je gewoon vissen en niks aan de hand en je kan later betalen. Want de vergunningen zijn wel duur, maar het is allemaal geen probleem. Dus dat is echt super chill. Dus ja, ik ben heel benieuwd. We gaan ervoor. Jongens, ik ga zo als eerste even met de boot en morgen stekken zoeken. En ik neem meteen een mooi emmertje mee. En om een beetje bol te besparen ga ik even choppen. Haak een mesje in een handig ding. En dan kan ik zo, hoppa. Allemaal halfjes voeren. Dus ik heb een mooie mixie. Tijgers. Scopen, boren en een beetje halfies. En dat ga ik dan heel verspreid voeren over mijn marken. Ga ik 2 emmers vissen. En we mogen hier met 3 emmers. De andere ga ik een beetje proberen. En dan ga ik vanaf morgen echt selectief op mijn voerstuk vissen. En buiten mijn voerstuk om hem proberen te dikke bakken te vangen. Maar ik ga met dit emmertje de boot in en dan gaan we knallen. Nou, echt goed nieuws. We zijn net geroepen door onze Sloveense buren. We zijn even langs geweest. Hij zegt, ja, we hebben echt een grote vis gevangen. Dus we kwamen eraan. Zeggen ze, jongens, pak deze eerst even aan. Nou, een lekker Sloveens biertje van ze kregen. Daarna ze zeggen, ja, leuk visje gevangen, dit dat. Hebben ze even een fucking 24 kilo spiegelkarpen gevangen. Die beelden die zie je nu. Zo, huge vis. En ja, hij zegt, ik kom zo meteen even kijken naar jullie montages. Dan geef jullie wat tips hier en daar, dit dat. Yes, lekker bezig. Met onderlijn knopen. Ja, ik ben even vandaan aan het spijzen. Dat ken ik nog steeds niet. Maar we hebben vertrouwen, jongen. Daar had shit net even een vis gezien hier. En dat noemen hun een kleintje, de locals. Dus ja, ik heb goed vertrouwen. Lekker. Wat heb jij gedaan? Tadaa! Ik was even met voer aan het spelen. Ik gooi hem te hard neer en tadaa! Lekker, lekker. Allemaal bloedworm, tonijn. Ah, lekker. Voor de dames. Zo, alle hengels worden lekker klaargemaakt. De jongens hebben al de eerste voerstuk opengezocht. Nou ben ik aan de beurt en we hebben weer een lekker papje als van ouds gemaakt. Dat is vorig jaar in de laatste sessie. Moet je eens even kijken. Terwijl we lekker aan een bakje met Unox soep zitten, is het zonnetje achter de berg aan. Zie je eigenlijk eens mooi hoe het water is. Het is echt mooi. Ja, het is echt, echt mooi. Windje is wel, we zien veel vis springen. En het vertrouwen is dat het zit, ja of nee? Bij jullie wel, bij mij nog niet. Morgen nacht wordt de bakken nog. Je ziet hier zijn markt zeggen, hij ligt voor de kant. Hey, koude zie. Zo! Ja, opviel. Zo, dit kan een dikke zijn, hè? Nou, dames en heren, ik heb denk ik een uurtje geleden 18 kilo van mijn rode smulmix gevoerd. Toen nog even een kilo met bollen opgegooid en dan gaat het gewoon binnen een uur. Maar hoe voelt het? Het voelt. Ja, ik durf niet te zeggen naar die knollen van de afgelopen dagen. Oké, okay, ik kom zo bij je terug. We komen zo terug. Yes. Jongens, de lucht is blauw. Daniel, wat vind jij nou? Een lekker schupje in het net. Nou. Ah, geen knol, maar niet 10 kilo ring. Jawel, zeker wel. Ja? Nou, eerste water. We liggen net een uurtje in. Amper.
En de eerste vis binnen. Een lekker schuppie, niet al te groot. Ze zwemmen hier vele malen groot, hè. Maar goed, dit is een mooi begin van de sessie. Nee. Ja, jongens, het is ongelooflijk waar. Ik heb een run gekregen. Echt, mijn hart ging van, oké, jongen. En een hele mooie trail. Heel rustig, logge vis. Ik weet lang diep. En ik had gelukkig een schep met die gaar. Want shit, daarna werd er gewoon niet wakker. Die waren zo moe. Ik kon roepen wat ik wilde, maar die werden niet wakker. Dus zelf geschept. En ik denk echt een mooie vis. Ik denk rond 16, 17 kilo. Wel een spiegel. Het mooie, ik heb shit en Daan wakker gemaakt. We hebben de vis wegen. Zien we dus dat Daan zijn hengel half van zijn rotpot getrokken is. Met zijn mouwen die nog tegen zijn pieper aan stond. En er zit dus ook nog een vis aan. Dus we gaan even snel in de zak doen, in de weegschaal. Dan gaan we zo foto's maken. Dan gaan we eerst naar Daniel. Flinke meerval. Ze kunnen nog veel groter hier, zo heb ik gehoord. En nou ja, hier komen we niet voor, maar toch een leuke bijenvangst. Hij mag weer zwemmen, even een foto. Dan gaan we voor de karpen. Juist. Pak die reun in zijn bek, joh. Ja, tuurlijk. Hoppa. Ja hoor, 50 tot 50 Maar kijk hè. It's shotting time. Met die meerval vangen heeft hij mij maar gebeten, man, die. Gadverdamme. Niet normaal. Lekker pik. Jongens, jongens, maar eerste vis van het nieuwe water. 15,5 kilo meteen. Ja, dit is toch even genieten. Het, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, perfect. Mooi, een mooie vis. Hij kwam ook op de Scopex. Ik zal de exacte voertechniek zal ik morgen even uitleggen. Ik laat nu even de andere kant zien. Fotootje en dan mag hij weer terug. Lang ook, hè? En het mooie, hè? Het is pas kwart voor 12. We zijn allemaal zo moe. Het kostte zoveel moeite om daar en shit wakker te krijgen. Dus ik had gelukkig geen schep dat ik hem zelf kon scheppen. Maar ja, dit is te genieten, jongens. Helemaal super blij mee. Hij mag weer gaan. Hij mag weer gaan. Schitterend beest. Echt een dikke bak. Jongens, een 30 gevangen. Dus de koelkast mag weer open. Hij boem maar. Hij boem maar. Apenshot. Lekker. Pak die lamp. Lekker apenshot, jongens. Fris en vrijdag. Wat hebben we er zin in? Eigenlijk, jongens, is het volgens mij om het shit te zeggen. Je moest bijna kotsen toen ik wakker werd. Niet door de drank, maar door het slachten van vannacht. Ja. Kom maar. Ik heb gewoon niet geslapen. Wacht, wat deed je nog? Heb je niet geslapen? Ik heb me ook wel eens beter gevoeld, maar ja, noem maar. Ah. Wat hier gebeurt, is weer abnormaal. Jongens, we draaien. Ze zitten goed op de koer. Nou, vertel eens even wat er aan de hand is. Nou, het is kwart, het is nu ongeveer 2:50 of zo. Nee. Kwart voor drie kreeg ik beet. Dus je leert nou uit. Die vis zit daar in de, in. Mooie schub, super hoog. Moeilijk inschatten, maar ik denk tussen 13 en 16 kilo. En ik maak daar een wakker van een foto. Want Chitten die was nog te moe. En daar is de strijder die kwam gewoon. Maar hij zegt, ja, wacht 5 minuten, dan blijf ik nog heel even weer. Hè? En opeens gaat hij weer. Dat is hetzelfde. Wel ziek, nee, andere. Oh, ziek. Maar wel dezelfde voerstrook. Dus allebei met de Scopex-bollen. Ik heb heel verspreid gevoerd. Echt misschien een paar honderd gram gevoerd over 50 meter. Ja. En die vis moet lekker op zoek gaan. En schijnbaar werkt het te werken. Die Scopex lusten ze wel, hè? Want, ja, het derde beet nu. Eerste nacht hier op de bakkenput. Draai je. De 40 die gaat er komen, jongen. Hij gaat sowieso komen deze dagen. Dat moet wel. Lekker die laatste stootjes. Oh, lekker. Ernesto Camarga. Hoppa. Hij heeft hem binnen, Ernesto. Vis, 10 kilo. Om mijn andere hengel. Die andere twee kwamen van mijn derde hengel. Die mag je met drie hengels vissen. Zo, ze staart wel een beetje. Mooi, een beetje lelijk zuil, hè? Zo, fuck. Ja, een fotootje en dan maar weer terug. Nou, daar ligt de fles apenzolder van schoon. Ja, het is 50-50. Ik denk zo net niet. Daan denk ik wel. Ja, ik heb hem niet gevoeld, maar hij ziet er wel uit. Hij is. Ja, 14,8. Echt? Ja, ik mag geen grap in. Dus kijk eens even, wat een schub. Ongelooflijk hoog. 14,8. We hadden een apenshot mee, maar we hebben hem net niet nodig. Mijn derde vis al boven de 14,7, maar net geen 30. Eén kant wel jammer, andere kant. Ja, kijk, hier doe je het voor je. Hiervoor ga je al naar SV. Ja, maar het is echt een hoeren. Echt een prachtige. Echt een part van pannenkoekenschub is het gewoon. Mooi. Ik had zijn moeder en spieren was. Kijk, dit is wat anders dan een Westlandse torpedoschub. Dit is echt een Cervese pannenkoekenschub. Kijk dit echt. Kijk, daar gaat hij. Zo, mooi water ook, hè? Mooi blauw. Zo, de toeliesje gaat zo snel af. Ja.
Oh, oh jongens, ik heb me goed voorbereid. Ik kan nog maar twee goede omlijstjes zitten. Maar de krimpkous was nog niet goed. Dus het is een halfje s'nachts, maar we gaan nog even lekker stomen. Want ik wil gewoon per se een nieuwe omlijn, scherpe haak. Want ja, er zitten zulke bakken en die wil ik gewoon niet mislopen. Dus beter even meer tijd s'nachts investeren. En dan sta je aan het eind van de trip met een extra grote grimlach op je gezicht. Goedemorgen jongens, wat ben je nou aan het doen? We zijn lekker nootjes aan het bakken, tijgernoten aan het kopen, duiven aan het kopen. Op een normaal gastel. Ja, ik ben lekker een eitje aan het bakken. Ja, mooi. Goedemorgen dus. We hebben nog een broedkaart van Chitter van de Schree, voor de apenkop. Eigenlijk telt het niet. Eigenlijk moet je op het moment suprem. Eigenlijk moet hij er twee, maar we gunnen hem. Maar toen hij wakker werd, moest hij zelfs wat kotsen, dus toen dacht ze, nou dat gunnen we hem niet. Overigens. Grote jongen, grote jongen. Hij is echt niet lekker. Nou, ik ben heel de ochtend weer druk bezig geweest om een nieuw lekker voertje te maken. Wat zit erin? Ik heb een mixje gebruikt met bloedwormpellets. Daarbij in de Golden Particle Mix, mais, rode mais, boekweit, tijgernoten en ik denk ongeveer 2 kilo gekruste boilies. Heb ik allemaal in laten trekken met water, het overige water weer weggedaan. Al die vissen hier, die vissen alleen maar met bollen tijgernoten. Dus ik denk, ja, we doen het gewoon even anders. Vorig had ik ook zo'n papje gemaakt, dit werkte echt met succes. Kijk, het is zelfs zo vast. Dat ik er gewoon dikke ballen van kan maken. Gooi eens een beetje in het water en dan kijken hoe het eruit ziet. Ja, moet je maar even komen werken. Hoeveel tandje. Kijk, het is echt zo compact, dus als je het in het water gooit, dan verwatert het niet helemaal, maar het komt echt allemaal op de bodem. Hoppa, ja, je ziet het misschien niet goed nu. Maar dit is zo attractief, jongen, dat wil je niet weten. Als hier een dikke meer of karpen vandaan komt. Nou, lekker man. Dan weet ik het ook niet meer. Zo jongens, ik had jullie vannacht beloofd dat ik mijn voertuigstrategie even zou uitleggen. En die is als volgt, het is nu licht, dus we kunnen het goed zien. Je ziet daar een oranje marker en je ziet daar een gele marker. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb gewoon heel verspreid gevoerd. Vanaf die oranje marker heb ik gewoon heel deze kom uitgevoerd. En eigenlijk doe ik dat gewoon met de scopingsbollen. Een stuk of 50 rijk. En dan hou ik mijn boeipijp een beetje scheef, zodat je een soort van waaier effect krijgt. Kijk. Op zo'n manier kan je heel verspreid voeren. En dan heb ik eigenlijk heel dit stuk uitgekampt. Ik heb niet voor de marks gevoerd, alleen maar de achter en een beetje op de rand. En ik viste deze nacht vooral voor mijn marken, zodat de voerstek, dat die met vertrouwen kan blijven, dat er geen rijen, geen haken liggen, dat die vissen met vertrouwen kunnen azen. Ga ik er steeds iets dieper in vissen met de vorige week de bol, om te hopen dat die schuwe vissen, die dikke 40's, 50's, misschien wel 60's, die voorzichtige. Die voorzichtige 50's. En eigenlijk hetzelfde met dat kantje daar. Er kwamen net wel twee vissen aan, dus ik hoop niet dat ze daar gaan zitten. Maar anders dan kan ik één hengeltje hier naar rechts doen. Eentje aan de voerstek en die andere single buiten de voerstek. En dan gaan we gewoon knallen. Yo, nou, eindelijk een nieuwe drone aangeschaft. Lekker met DVS team. We willen een rondje vliegen, mooie beelden schieten. Maar een paar video's geleden is onze drone ook in het water gevallen. Dat kwam waarschijnlijk omdat we iets te dicht bij het vliegveld aan het vliegen waren. Maar goed, hier in de buurt zit ook ergens een vliegveld. Schijnt zo. We hebben ook een restricted flight zone. Dus we gaan het niet meer aandurven. Daar valt hij weer in het water. Zijn we alle beelden kwijt, drone kwijt. Is zonde. Volgende water beter. Volgende water gaan we. Ik ga weer even een hele emmer vol met tijgernoten. Denk wel 10 kilo. Vol met heerlijk slijm, je weet het. Ga ik het even inblaffen. Doe nog mijn voerstek. Gisteren expres niet op gevist, dus ik hoop dat nu de vis er ligt. En we gaan het zien. Inkopen zijn we erbij, je ziet het goed. Nou, we kunnen in ieder geval weer even vooruit. Moet je eens even kijken. Nou, als dat niet goed komt, dan weet ik het ook niet meer. Zo jongens, we zijn weer terug. Ik heb vandaag overdag 2 keer gevoerd, heel verspreid. Zoals ik vanochtend vertelde eigenlijk hoe ik dat aanpakte. En ik ben hier nu terug met mijn 3 hengeltjes achter me. En we gaan ze eens inknallen. Ik heb nog niet helemaal het idee hoe ik het precies hier ga aanpakken. Dus vandaag heb ik 2 met een verse bol gevist en 1 met een voorgeweekte. Eentje op het randje van de voerstek. Eentje er middenin en eentje echt verder buiten. Voor misschien een eventuele dikke vis die rond van de zijkant van de voerstek scharrelt. En ja, dat gaan we het wel zien. Daniel en Chit hebben een hele andere techniek.
Daniel gaat vooral met een heel attractief voertje vanuit de boot. Ik ga bewust de boot niet in om te hopen dat de karper denkt dat er nog geen vissen zijn. Rust geven, zeg maar. En Chitty, die heeft een hele grote voerstrook. Een voetbalveld noemt hij het zelf, met tijgers aangerecht. En ja, we gaan wel kijken wat het meest effectief is. Ik heb er nu toe 3 visjes. Zeer blij mee. En vannacht gaan we wel dichterbij komen. Voer het. Let's go. Hey, maar wij jongens. Wat is dit nou weer? Ook al naar de tiefen. Jongens, het is eigenlijk toepasselijk day fishing. Eigenlijk ging het altijd goed met mijn hengels om, was het altijd aan het chitten. Maar nu ben ik degene met de gebroken top. In 3 heb ik mezelf gegooid. Ik dacht van, we kennen nou. Heb ik dus de film teruggekeken, bleef hij achter het bosje hangen. Ja, dat is natuurlijk niet heel handig. Ik zet hem volgens kracht. Maar ja, ik heb gerucht tijdens een extra topdeel, dus het schijnt goed te komen. Maar het is niet zin. Servis met saprijmen, tegenstelling tot de Sloveen, snaar strak. We laten het lekker aflopen en dan hier voor de kant is meteen al, na 3 meter is dat echt 3-4 meter diep talud. Dus daar laten we lekker overheen lopen. Verder geen obstakel onder water. En vannacht gingen we met 3 ook gewoon prima met die vissen. Dus dat is top. Het is niet te geloven, het is 9:30, we zijn pas aan het eten en? Ja, en heel erg geen aanbeet gehad. Net na 9, net als gisteravond. Net zonnetje onder. Gaat weer de hengel. Precies weer dezelfde hengel. Nou, ik zei of het is een dikke meerval of een grote karper. Hij voelt best log aan. Weet je al gisteren? Ja, veel beter. Ik voel wel log aan. Ik heb ook even gevoeld. Ik heb Chitty laten voelen. Ik ben helemaal zenuwachtig. Jij kan het weten. Ik ben helemaal zenuwachtig. Zo. Ja, het is dat jij morgen geen ruit maakt, maar anders dan zou je lekker tikken op de top. De laren, de slip, alles kapot. Maar kijk, het is echt een logvis. Hij blijft diep. Die vis geeft niet. Ja, jongens, het is mooi. Ik had het vanavond ook. Je hebt hier een talud voor de kant. Dus echt iets van 3 meter uit de kant, is al 4 meter diep ongeveer. En nou die gaat die vis schuilt er precies onder. Hij komt bijna voor het eerst naar boven. Mooi. Het kan echt een dikke zijn, jongens. Hij doet allemaal rondjes. Hij mist het. Ja. Opa, zei het al. Was die ruime lul. Dus hij ruime lul. Ja. Nou, dit is de andere kant. Onze kleine doelrak. Op een 2x20 mm scopex-boilie gevangen. Ze vinden het heerlijk, net als het meer van gisteravond. Hij mag weer zwemmen en we gaan voor zijn oma. Ze zwemmen hier en we gaan ervoor. Yes, let's go. Hey jongens, niet normaal. Ik blijf ijskoud blanken. Wietse verspeelt met een run. En Daniel's hengel die net ook ging. Dezelfde hengel. Gaat gewoon nog weer. Zo, mooi op de achtergrond. Bliksem, alles. Ja, bizar joh. Het lijkt wel runavond. Ja. Het zou mooi zijn jongens. Goeie zaak. Gaan even kijken wat het is. Knallen. Sowieso fris aan, maar... Ja, maar je voelt niet lomp. Jawel. Hoe lomp? Ja, best lomp. Die heb ik ook op film. Ja, hij maakt wel een lekker grijtje hoor, die mee. Ja, maar zwaar slip, hij staat echt zwaar. Hij staat echt zwaar. Je voelt. Ja. Knallig. Hier spelen. Zo! Jongens, hij is echt wel groot. Hij is mega groot. Hij is echt groot. Wat een beer. Wils. Hij heb ik hem. Jos. Veel te groot. Ja! Nee! Ja! Hij is zo! Zo, kijk omhoog! Kijk omhoog! Zo! Kijk omhoog! Dit is sowieso 40. Kijk omhoog! Nee joh, dit is een 50. Dit is 60 misschien. Nee joh, ben je gek? Nee, dit is 50. Zo! Ben je gek weer 50? Zo, gek! Nieuw record, 160. Emmertje water, jongen. Ja, oh shit. Denk je? Ik denk het wel. Ik ben sowieso veel. Kijk hoe hoog die is, gek! Zo hoog! Ja, zo! Veel. Ja jongens, dit is wel een bakje hoor. Dit is echt een kort. Kijk hoe hoog die is, man. Kijk hoe breed het. Potverdomme. Kijk eens. Jongens, de grote kreddel is gewoon gevuld. Dat is echt. Dat is niet normaal.
Zit je, kijk, maar hij ligt even niet goed. What the hell? Het valt mee. 22,9. Nee joh. Jawel. Ja, oké, okay, ja, net geen 23. Zieke, 22,9 kilo. Nou, moet je kijken. Nieuw record. Oh. 46 pond. Echt een fucking boete schip. Ja. Een nieuw recordje. En dat betekent? Een nieuwe Emma. Kom maar op. Kom maar op. Twee uur s'nachts. Oh, I love it. Moet je kijken, gek. Wat een bak, jongens. Het is echt niet... Dit zijn ze. Het is niet normaal, hè. 46 pond runnen. Oh, dit zijn ze. 2 keer 20 mm. Zo schoon weer voor jullie. En gaat het. Grote vriend, mijn grootste karper die ik ooit heb vastgehouden. 46 pondjes, hij mag weer zwemmen. Bedankt vriend. Echt niet normaal, hè. En tot de volgende. Hey, jongens, hij gaat knijthard, maar je mag toch 2 shots nemen, maat. Ja, jullie ook, hè. En dat doe ik vol liefde. Ja, hij was ziek, jongen. Echt een lekker maatje. Voor het eerst in jaren weer een nieuw PR sneeuw. Eerste 40. Vol op de leden, hee. Lange tijd geen 40, hoor. Prachtig, wow, oh, heerlijk. Zit er ja. Ja, joh, ik doe wel mee, hoor. Fuck, is weer gek. Hij is er weer binnen. Nou, die was meer. Wiet vind ik echt lekker. Ik denk die tweede is heerlijk. Hij is ook weer apenkoppen. Zo, die tweede is niet best. Nee, nou. Mooi. Ja, dat hij maar snel weer mag zijn. Nou, Klaas Kees. Mooi gegooid. Hey. Gefeliciteerd, neef. Jongens, thanks. Basie. Ik ben een soldaat. Aan! Ja. Jouw engel! Ja. Hoor je niet? Ja, zie ik waar de run komt! Waarom blijf je liggen? Zit het pakte nu? Ja, grap. Ben je wakker? Ja. Gozer! Hij heeft mijn fucking ongevoel, kijk dan. Je hebt zo hard een run. Blijf het liggen. Zit, Hankie! Zo! Ja, jongens, deze jongen was helemaal in droom, man. Ik weet niet wat hij aan het doen na was. Na 10 minuten beseft hij pas dat het geen engel is. Aangezien we het een paar keer gezegd hebben. Maar goed, lekker man. Voelt goed zijn shit, dus kijk, die gaat er wel voor. Het gaat lekker vandoor, hè? Lekker man. In een mooie pinguïn onderbroek. Ja. Was dat een droog, man? Hij is nog vrij gezellig. Als je nog een toy wil op je verjaardag. Als je de moeder nog vrij gezellig is. Hij treedt ook op feestjes op. Nee, ik doe dat wat zou nou, hoe koud was het? Ja, het is echt mega koud. Ik heb stijf tepels. Ja, maar dat komt, je bent op de Noordpool. Je ziet hier de pinguïns. Zo ja, mooi. Dat is gewoon meer dan een meter. Mooi. Het is 8 meter. Ik heb geen meewiel bij me. Oké. Okay. Dus pak ook lekker zijn bek. Die is niet geld, ik ben film. Oh, ja. Okay. Zo, die is vies, joh. Kijk, ja, dat is wel vriendelijk, hoor. Kom maar. Ah, nice boys. Deze vis ook weer binnen. Moet je kijken, godver. Al een beest weer, hè. Meerval, ik denk wel over de meter, 1,20 meter denk. Misschien wel langer. Maar goed, wat zou die wegen? Kilootje of 15? Denk het wel. En we gaan een fotootje maken, hebben we zwemmen. We gaan voor de karper. Ik weet niet welke dame jij bent ervan. Deze kan hem weggooien. Weer zo viezerik. Weer zo viezerik, hè. Jij blijft bezig. Zo koud, ik ben echt van top tot teen doorheen. Ik heb spierpijn omdat ik gewoon heel de bril onder een boompje half geheugd moet zitten dringen met de top naar beneden voor het onweer. Maar bam! Dikke bak, jongen. Hij is echt dik. Hij is echt dik. Hey, jongens, we hebben toch het gore vermoeden dat dit een shotvis is. Maar om even aan te geven hoeveel het heeft geregend afgelopen dag. Kijk dan, joh. Nou, afgelopen uur toen jij erin stond. Jij staat allemaal ervan? Ja. Hoppa. Het is helemaal niet geregend in dit vanmiddag. Kijk met je inhouden voor de vis. Kijk, perfect. Jongens, kijk hier eens even. Het bliksemt en het is bakkenacht. 70,7 kilo, 32 hier. Ja, bizar bij me. Echt een vis met een verhaal. Ik pakte de hengel op en stromende regen. Echt, het was bizar doorweekt. Na 10 minuten te regen staat het bliksem overal in. Staakte met mijn carbon hengel aan het water. Op een gegeven moment, fuck. Op een gegeven moment vond ik het zo eng, want ik stond onder de bosjes te drillen. Op mijn hurken met de hengeltop in het water. En ik vond het zo eng, ik legde mijn hengel op de steun. En na 5 minuten was de bliksem iets minder geworden. Drilde ik de vis af, nog een half uur open trillen. Hij was zo sterk, bleef sterk onder de top. En dit is het resultaat.
perfecte schub, mooie bek nog. Ja, zie ik bij me jongens, ik hou van Stavelië. Snel. Mooi snel. Letter, hè? Snel. Kom maar, kom maar. Nou. Wat hou ik toch van apenkoppen? Ja, ik neem kom maar. Ja, joh. Ziet er goed uit. Ja. Nou jongens, goedemorgen. Het is 7:15 ochtends. En ja, we hebben lekker geslapen vannacht. Ik maar een paar uurtjes. Wat er zojuist is gebeurd, ik heb een vis van 21 kilo gevangen. Tweede keer vannacht heb ik 40 gevangen, boven mijn eigen oude record. En ik had hem even gezakt. De boosje wilde nog even slapen. Ik wil wachten op het ochtendzonnetje. Kwam de buurman, die kwam langs lopen en die was fucking boos. Die zegt, je mag hem niet zakken, dit, dat en zo. Ik ga nu een foto maken. En dat is een heel apart verhaal, dat ik later eruit. Hier zie je nu de foto. Yes. En dat was hem dan. Toch een mooie 40. We gaan hem nog even samen slapen doen. En het is echt bakkennacht. We hebben geslacht, jongen. Ja, knip. Dit is toch weer niet normaal, jongen. Dat vond ik echt... 22 kilo is en dit al gewoon een vast toegeven. Moet je kijken hoe breed het is, gek. Kijk, niet normaal. Ja, zie. Zo, fucking ziek, gek. Lekker maatje. Zo. Kijk nou, hij schijt er echt heel het net voor. Met de scopex van tijgenootkoop.nl. Ja, nou, kijk dan, alles schil. Zo. Lekker dit. Zo, goedemorgen jongens. We draaien lekker door. Wederom echt een dikke. Derde op rij die meet uit het klassement voor mij. 17,4 kilo. Heb een paar mooie foto's geschoten en dat had ik echt nooit durven dromen. Gewoon zo lekker wakker worden, enkel dikke vissen vangen. Ik denk dat we hier nog wel lang blijven. Prachtig water dit. Kijk, onze grote vriend. Dan mogen we lekker zwemmen. Genieten. Los Gritos. De overwinning op de goede nacht. 9 uur 's ochtends. En we gaan het gewoon lekker vieren. Gewoon een lekker biertje erbij. Had je het? Ja, moet maar. Hè. Zit hier ook en we gaan lekker ontbijten. Met jawel, jawel. Knoflook gaan halen. Wie verzint het allemaal heerlijk. De afgelopen 2 dagen heb ik heel verspreid gevoerd. Achter de halve kom je. Maar er komen waarschijnlijk richting het weekend komen er steeds meer vissers bij. Dus ik ga mijn voerpak iets compacter maken. Ik heb ook mijn vis. Tijdens de vis van vannacht heb ik de markers een keer meegetrokken. Dus ik ga even met een diepere pad het bootje in. En dan ga ik het dieper goed neerleggen. En dan goed voeren. Rond 5 uur gooi ik even een emmertijden erop, 10 kilo. S'avonds nog een beetje boren met de werpijp. En dan hoop ik dat die dikke bak van mij gaat komen vannacht. Jullie zien het, mijn sokken zijn aan het drogen. Die had ik in de regen laten liggen. En voor de rest hebben we even de stek opgeruimd. Alle tankjes schoon. Kijk eens, daar nu heeft die ding. Het is niet normaal. Voor het eerst bij DWB Sip de stek opgeruimd. Ja, en daarnaast zijn we weer wat nieuw hoer aan het koken, jongens. Het is fantastisch. Lekker tijgenootjes. En dan gewoon op de mini stoof van Rig Monkey. Kan we gewoon zo'n grote pan aan de kook brengen. Het is fantastisch. Ja, jongens, we halen alles uit de kast om die 40 over de steek te trekken. En ik ben eigenlijk achtergekomen dat ik niet ver genoeg kan gooien. Want ik merk toch wel dat de meeste activiteit nog meer naar het midden is. En ik heb dan met mijn 10 voet scopes, kan ik dat niet hebben. Dus ik heb mijn oude 2,75 pook, 12 voet, aan de, hoe noem je dat, uit de kast getoverd. En dan ga ik vissen met een helikoptersysteem. Dus eigenlijk een 100 gram zootje, met een shot systeem, met een normale onderlijn. Het mooie, je kan zo hard gooien als je wil, maar die onderlijn, je ziet het, die draait altijd omheen. En dan kun je nooit in een knoop gooien. En die inhaking is eigenlijk een beetje hetzelfde bij een shot. Er komt spanning op en daardoor prikt de karp zich. Zodra die eenmaal aan het kopschudden is, trekt hij het roste. Dat laatste bietje eraf. En dan zit het rood gewoon normaal. En zo zou je hem nooit verspelen. Yes, maestro. Hey, zijn we lekker aan het koken. Ik ben hier met mijn... Amigo. Slovense vriend. Hey, yes. En we zijn weer lekker aan het koken. Golden Particle Mix bestaat uit rode mais, gele mais, boekweit, hennep en we hebben hier nog een scheppie van allemaal grote bollen, 25 mm. Ja, jij was door je bol heen, je hebt dus van de Locos gekocht worden. Ja, ik heb even 10 kilo van de Locos gekocht, 25 mm. En joh, die 40 pondes, allemaal leuk en aardig. Daar ben ik super blij mee. We gaan proberen nog een stapje groter te kunnen vangen. Hij krijgt praatjes. Nee, dat zeker niet. Ik ben echt tevreden met wat ik heb. Maar het zou leuk zijn om nog een stapje groter te vangen. Dus we gaan ervoor. Stijn, wat je zeggen. We gaan lekker barbecuen. We hebben de, hoe noem je dat ook weer? De Scottenbrei plaat hebben we opgericht. Dus, ja jongens, de grilla van richting Gorilla barbecue. Yes, lekker. En het wordt eigenlijk knallen. Het is goed weer nog steeds, 25 graden. Vanavond gaat het lekker waaien en regenen. Goed vis weer. Dus we hebben goed gevoerd. Ik heb een kilootje of 2.
Daniel nog een stuk meer volgens mij. Ik denk 22 kilo. 22. Ja. Ik 13. 12. 13, ja. Gaan kijken wie aan het langste eind rent. Ik heb wel pech. Achter mij zitten drie, daar zijn drie setjes vissers bijgekomen. Dus ik heb niet meer de vrijheid die ik eerst had. Maar we gaan het zien. De vissen kennen het voer, de Scopex. Dus we gaan er gewoon voor. Zo jongens, het is een uurtje of 11:30. En we gaan een bedje opzoeken. We hebben er eigenlijk best veel vertrouwen in. Het windje is iets gaan aanwakkeren. En we liggen nu natuurlijk al op een wat meer dagen gevoerde stek. En we weten wat meer van het water af. Gisteren natuurlijk mooie nacht gehad, dus we gaan vol vertrouwen de nacht in. En hopelijk zien we jullie zo met een comment op. Zo jongens, wat gebeurt er? Zit de beet? Ja. Lekker man, wat gebeurt er? Heel ziek. Kijk, de fluiten linkerhengel op de Holtuna Boli. En hij voelt mega traag aan. Ik ben super benieuwd. Zo jongens, eerste vis. Super mooie, perfecte schub. En ja, super blij mee. Je moet klein beginnen en groot eindigen, zeg ik altijd. Dat was nog een mooie vis. Hij was wel mooi sterk. Flinke staart erop. En een fotootje en hij kan terug. Ik denk dat er nog vele mogen volgen. We gaan gelijk even wat voeren. En ik ben echt super blij mee. Heerlijk. Wees, chef. Tweede vis van de nacht. En tevens mijn tweede vis. Ik zei het net al. Van klein naar groot. Hij is wel zeker een stukje groter. 13 mooie kilo's. Schoon aan de haak. Helemaal punt gaaf. Hij was door mijn mark heen gezommen, dus we moesten er even de boot in. Maar hij is helemaal goed gekomen. En ja, super mooie vis. Ik ben er helemaal blij mee. Ze worden steeds groter, hè? En als dit zo door blijft gaan, dan kan het nog wel een hele leuke drie dagen worden. Want het is nog een kantje. Ja, goed gecamoufleerd. Ja, dat is je aardig. Ik heb die mark kapot geknipt. Maar in dit geval het beste, jongens. Zeker als je met een vis in een net zit met de haak erin. Dan, ja, dan moet je zo dat die haak zo snel mogelijk los is. Ja, of gewoon gelijk al die touwtjes doorknippen. Ja, want geen extra druk op zijn bek komt, zodat hij niet uitschudt. Stel dat blijven ergens achter haken, trekt hij in één keer heel zijn bek kapot. Dus gewoon gelijk doorknippen om zo veel mogelijk schade op geweer te voorkomen. Zo jongens, het is eigenlijk al bijna avond en we hebben weinig gefilmd overdag. Dat komt omdat je hier super weinig actie hebt overdag. Maar we gaan de hengeltjes weer even perfect inleggen. En goed voer erop en hopen dat het vannacht weer los gaat. Vannacht een slechte nacht gehad, maar dat had eigenlijk iedereen op het water. We hopen dat er weer wind gaat draaien en dat we vannacht weer een paar dikke bakken uitkomen. Dat is het. Tijd voor actie. Het is weer een uurtje of vijf. Etenstijd gaat beginnen, dus ik ga zo voeren en mijn hengels ingooien. Weer met de hele kop terug. En ik wil eigenlijk nog verder dan vissen dan gisteren, want gisteren niks gevangen. En er was toch een beetje reindruk vanuit die hoek, vanuit andere vissers. Dus ik ga nu het wapen aan doen. Ik ga een paar stappen verder zetten. Ik kan net iets verder komen. En dan hoop ik dat die vis dan komt. Maar ik ben een beetje van hopen, maar hopen komt vannacht goed. Hey jongens, if you want, if you will come, I can talk to you. Vissers. Moet ik ver gooien? We hebben nu een extra onderhengel gekregen om 20 meter te gooien. 120 uur. Dat is vanavond met. Jongens, het is niet normaal. Ik denk alsof we niks fout kunnen doen bij de locals. Maar ze vinden het helemaal lachen dat we hier komen. Dus nu wordt onze accu van de boot opgeladen en mijn powerbank. Ik zit even een hengel gereed van de van eigenlijk de grote baas hier. Ja, zodat hij verder kan werpen, zodat hij meer kans heeft op dikke vis. Chit, wacht. Ja, echt bizar. We zitten hier op rozen. Ja, het is echt niet normaal. Hé hey, jongens, kijkers. Ook gelijk even vanmorgen. We hebben 20 kilo tijgers in de week. Nou, hè? Ja, lekker. Blijf voeren. Nou, dat is ook wat chill. Zitten midden op het water. Zijn we bezig met de tweede hengel. Wil ik hem uitgooien. Vlieg mijn top erin, denk ik, af. Ook wel een leuk geintje. Hij ligt daar. En de chitter gaat hem even ophalen. Hopelijk is het niet gebroken. En dan kunnen we lekker door. Ah, oh, lekker. Het is eindelijk tijd voor avondeten. Maar het is nog niet helemaal af, jongens. Want Salpe. Oh. Jongens, de tip van de dag. Je zou denken, wraps, dat kan je natuurlijk nooit opwarmen. Maar daar hebben we een speciale truc voor. Dan heb je gewoon een Rich Monkey Toaster. Even kijken. Zo, 2 seconden. En dan doe je gewoon... Oh, hij is een beetje fout. Maar je kan dan de wraps gewoon opvouwen. Daar worden ze ziek warm van. Lekker mixie erdoor. Picobello. Heel leuk. Lekker. Zo jongens, we hebben eindelijk weer beet. Is het zo'n lelijke meerval? En ook nog een kleintje ook. Nou, even eens kijken. Oh, kleintje. Kutbeest. De kleintjes van drie, kleintjes lak en dan mag gelijk lezen.
Gadverdamme. Hoppa. Ik kan nog liever een brazen, jongen. Hé, ik ben gek. Smerige, vieze beest. Ben gek. Jongens, het is 2:30. Wat gebeurt hier? Was die een vis? Zo, dat is het gezuur op de data. Wat krijgen we nou? Check deze even. Hele mooie spiegel. En het mooie, zelfs als je van open bent, dan moet je eens wel eens wat anders doen. Ik had dus afgelopen nacht gebrengd. Daar was ik een beetje niet zo blij mee. Dus ik denk, ik ga het eens anders doen. Eén tijgernootje aan de her. En een hele emmer vol met tijgernoten erop gegooid. En hij gaat er gewoon af. Dus mijn rest had perfect gehaakt. Dan een andere richting in zijn bek die je meteen verwijderd met je carpcare erop. Dus daar zal de vis zeker blij mee zijn. Dus een fotootje en dan mogen we gaan. Deze man draait hoor. Ja, yes, jongens, eindelijk weer een vis. Net eentje verspild. En dan die meneer wel. Dus ik ben blij, eindelijk een carper. En hij is mooi. Dikke. Lekker dik. En we gaan er lekker wegen en helemaal blij mee. Oh. Aardig bekkie. Ja, perfect ingaat. Jongens, wel een bak. Echt niet normaal. 70,2 kilo. Mijn tweede grootste vis van de sessie. Ja, en ik ben hier super blij mee. Moet je eens kijken, jongen, hoe dik die is. Ja, is lang ook. En lang en breed. Sterk. En helemaal puntgaaf. Dikke staart. Ah, super blij mee. Dikke staart, jongen. Kijk die staart. Een heerlijk gevecht gehad, denk ik wel een kwartier. In mijn eentje zonder hoofdlamp. Dus ik zag nog niet wat het was toen ik hem schepte. Maar het voelde geen brazen, toch? Het voelde al goed. En een fotootje en ik hem terug. Nog één laatste blik. Van een pak, zeg. Echt niet normaal. Hij kan zwemmen. Super blij mee. Ja, ik hoop het wel. Een beetje fit. Kijk hoe breed ook, hè? Kijk dan. Die rug, hè? Die rug. Hey, oude shotmeister. Ja, jongens, de apenkoppenshot is op, dus we zijn nu helemaal bokkie. Oh. Het super vodka. Van de tweede fles, hè? Super vodka. Ja, was heel 30 zijn er gevangen. Ja, nou ik heb... Ik lijp hem over te worden, jongens. Lekker uit. Naast de rovje. Fuck. Aardig, zip. Ja, ik ben ready. Even inzoomen. Ready? Ik ging echt... ik heb echt bijna over hier. Ja, ik heb hem al genomen. Jongens, val je weer zochtens? Dat is wel weer. Zo. Nee. Hij is niet bang. Hij is niet bang. Fles maar op. Goed idee was dit. Nou, dit is vergif, man. Dit was echt een goed bocht. Idee. Bocht, is bocht. Nee. Ik ga even lopen. Even lopen. Hij is gek, hij is gek. Shit, wat gebeurt er nou weer? Godverdomme. Weer een vis dan? Tyfus, sorry. Hoe dan? Ja. Dat beet, maar ik was aan het schijten. Door die wodka hoor. Ja. Zo, nee. Ik zou een klein beetje, volgens mij was het die voorzichtige 25 kilo is. Oh. Nou jongens, ik heb een mixje gemaakt met tijgernoten en tijgerkrunchbowies, 20 mm. En ik ga dus naar mijn nieuwe stack. Heel afweer, een stukje waar eigenlijk nooit gevist wordt. Daar heb ik op zich wel goed vertrouwen in. Ik ga nu eerst even met de boot stekken zoeken, marking leggen en dan was dit emmetje voeren. En dan vanavond word ik afgezet door de boys met de boot en dan moet ik alles werpen doen. En dan heb ik een heel klein tentje, die kan ik wenen van de Nederlandse maten van... Die eigenlijk twee stekken verder zitten vissen, die zeggen van ja, we hebben nog een klein sheltje. Dus als mega chill kan ik deze tentje laten staan, kan ik de laatste nachtje wel weer vissen. En kan ik gewoon toch droog overnacht op die stek. Het is heel krap, dus het komt best uit. En we gaan het emmertje erin gooien en dan ben ik heel benieuwd wat voor stekjes ik kan vinden. We gaan ervoor. Yes, dames en heren, ondertussen is het alweer dag. Huppelepup, weet ik veel. Maar we hebben nog maar twee nachtjes te gaan. De afgelopen twee nachten zijn niet goed bevallen voor mij. Twee blanks helaas, op rij. Maar de heren die vangen wel lekker door. Eén visie. En deze pikkelaars. Maar wel een mooie 7,2 jongens, het is fantastisch. En hij verspeelt ze. Ja, ik heb ook. Maar goed jongens, twee nachten voor het klassement. Stand van zaken. Ja, ik sta achter. Dus ik ga alles uit de kast trekken. Ik ga in mijn eentje een nachtje op een heel verraten plekje vissen. Echt een wietstekkie is het, hè? Echt een wietstekkie. Tussen de bomen heel weinig ruimte. Scheve stretcher en zo. Maar ik ga nu een stekker zoeken en voeren daarvoor. En dan ga ik over 2 uur of zo ga ik er naartoe.
heel ongezellig in mijn eentje avond eten en zo. Het is niet leuk, maar ik moet het doen. Denk aan je, want denk aan je. Die 40 moet nog komen. Heb ik? Ik ga lekker hier doorknallen. Wij gaan lekker hier gezellig maken. De laatste twee nachten 6 runs gehad. Eerst 2, toen 4. Dus ik denk dat het helemaal goed moet komen. Ja, en ik ben wanhopig. Hopeloos, ik weet het niet meer. Nieuwe strategie, ik heb de markers verplaatst, mooie voertuig aangelegd. En we gaan het aankijken vannacht. Yes. Jongens. Ik heb wel tegenzon, maar... Lekker man. Nietje gaat op weg naar zijn dagstek. Nee, nachtstek. Zal het in lijn? Nee, ik ben benieuwd. Ah, lekker weer, hè? Mado! Nou jongens, volgens een gevoel was de accu genoeg opgeladen. Wat dacht je nou? Toch stop je alweer. Nee, je niet meer pedo dag. Jij dacht lekker met een biertje in je hand terugvaren met de motor. Ja, maar geen geraden inderdaad, die er zo meteen moet. Ja, dat vind ik toch wel mooi. En morgen ook om mij op te houden. En een lekker pannenkoekje met spek erin. Tegelijkertijd mijn worstje opeten. Ja, ik ben benieuwd of die lukt. Het nadeel van het voeren is altijd dat het druk is. Ik heb eigenlijk al veel te veel gevoerd. Ik denk al ruim 2,5 kilo zo te zien. Ik heb 7,5, of ik had 10 mee, dus nu nog 7,5. Dus ik hoop niet dat... Ja, ik hoop eigenlijk wel veel gevangen. Maar dan moet ik toch wat zuiniger gaan worden met mijn boys. Zo jongens, tweede vis. Wat een bak gek. Moet je eens kijken hoe mega dik en hoog deze vis is. 17 kilo. Ah. We kwamen op de tijger in het crush. En gaf nog een heel goed gevecht. Maar het is echt niet normaal. Moet je even kijken naar mijn rug hierop. Echt die pens en die rug. Vergeleken met hoe lang die is. Echt niet normaal. We kijken ook hoe breed. Ja, dit is een toppetje voor de toekomst. Niet te geloven. Prachtig. Super blij mee. Maken en dan mag hij terug. Hey jongens, het is bijna 5 uur. Engels zit er weer in. Ik heb even een kereltje voer erin gegooid. En dan hoop ik dat hij goed met carps nog even komt. Want vaak na 5 of na 7 hebben we niet veel beter gehad. Dus even nog heel even. Nou jongens, inmiddels alweer heel heet. We gaan op 30. En, nul activiteit gezien hier. Gaat niet meer gebeuren. Echt super zonde van de carp van gisteravond. Ja, misschien was het wel mijn record geweest. Ik merk over na dat ik een boos record. Maar nu nog één nacht eraan. Ik word dan toch wel zenuwachtig. Man. Het record dat moet komen. Het zit nog niet mee allemaal. Dus, zo houden Daniel of Chitta al mij op met de boot. Gaan we de stack, gaan we de bus inruimen. Misschien ook vanaf vannacht op een ander stekje gaan. Of misschien hier weer. Maar ik weet het even niet. Dames en heren, van het goede leven. Staat hij dan in zijn onderhoekie. Met een lekker pilsje erbij in het zonnetje. En we zijn aangekomen op de allerlaatste dag helaas weer. Jongens, ik ben wanhopig. Ik ga gewoon weer een andere stack. Het is niet gezellig. Maar ja, het moet. Je moet een dik vangen. Er is toevallig een mooie stack vrijgekomen. Van twee slovenen die veel dikke vis hebben gevangen. Ze hadden iets van 6, 40, 7, 24 uur. Ik heb zijn aas ook gekregen zelfs. En hij heeft gezegd waar die visten, dus ik hoop dat het goed moet komen. Ah, ja, je hebt echt een geluksmomentje gekregen, hè? Ja, ik hoop het, maar nog niet te vroeg juichen. Nee, maar wat is er nou gebeurd dan met de Slovenen? Nou, die zouden eigenlijk langer blijven. Die hebben dus toch een keer stiekem de hengels uitgevaren, dat hebben ze dus gezien. En ze zijn heel streng hier, de lokale vissers en de eigenaar, die zegt van oké, je hebt een half uur om je spullen te pakken en we hoeven je nooit meer te zien. Ja. Dus vandaar dat ik op hun stek mag,
wij gooien gewoon helemaal netjes braaf ouders. En ja, daar hou je het langst mee uit. Dus bootje voor halen en dan ga ik morgen om 7 uur 's ochtends weer terug. Zo jongens, we zijn aangekomen bij de stek. Het is echt, echt een mooie stekkie. En het mooie, ik heb hier al mijn spullen en het bootje meegenomen. Helaas doet de accu niet meer, dus ik heb moeten paddelen in de bloedhete zon. En ik heb hier dus gewoon een uur of vier mijn spullen gerecht. Heb ik al mijn tent en mijn troep op de homestack, de vaste stek heb ik opgeruimd. En nu richt het hier nog. Ik ga zo nog mijn stretch houden, die staan op de oude stek erachter. En dan ga ik alvast met de dieper wat stekken zoeken en voeren. En dan ben ik heel benieuwd. Ik heb een beetje tips gekregen van die Sylveen, waar hij ze ving. Hij heeft zelfs al een paar kilo of een kilootje boren aan me meegegeven. Dus ik heb mega veel geluk. Die vis die herkent het aas. Dus ja, het moet helemaal goed komen. We gaan ervoor. Ik heb er zin in. Let's go. Nou jongens, gaan we eerst maar even de oude market uithalen. Die we gisteren hier hebben geplaatst. Helaas één verspild en een grote meerval. Daar komen we niet voor. Omdat het windje zomaar in het hoekje staat, ga ik toch gewoon een marktje er neergooien. Een mooi stekje opzoeken. En echt goed met bollen strooien. Heel veel spijt. Drie verschillende bollen door elkaar. Alle rest die ik nog heb. En dan gaan we daar één hengeltje op vissen. Zodat ik niet al mijn hengels bij het eiland heb. Om een beetje de lijndruk te beperken daar zo. Dus we gaan het wel zien. Let's go. Nou oh jongens, kijk eens even, hij gaat gewoon mega ziek. Ik denk anderhalf uur na het ingooien. Jongens, echt bizar. Twee uur na het ingooien. Goh, heb ik de... Hij zit echt tussen 16 en misschien over de 20 kilo heen. Hey jongens, scherp richtje erop. Dit was hem. Met een richtringetje. Nou, niet zo lang. Een centimeter of 20 en een wortelrootje. Gaan we inknallen, want daarna komt die vis al. Er ligt nu vis op de stek. Knallen. Jongens, check deze beer even. Ik heb... Ja, er is zelfs heel veel erg zoveel. Ik ga met schermte nou even in de steen doen. Ik heb net met de weegschaal afgehaald. De weegzak van het gewicht. Oké, we gaan eens even gokken. Eens even gokken wat hij is. Ik sta nergens op, jongens. Vol te verdomme. Ja, die is zeker 18, 19, 20 hier. Jongens, een droom wordt werkelijkheid. Eindelijk mijn eerste 40 uur nieuw pb, precies 23 kilo. Nou, niet normaal. Hengel nog 2 uurtjes in. De vis was heel log met de drill. Ah, hij is niet te houden, joh. Maar hij kwam eigenlijk best wel makkelijk mee. En in net zag ik pas, ik zeg, jongens, dit is een nieuw record. Precies als ik uitgezond in mijn eentje zit, druk ik compal Redshit om even een foto te maken. Ja, hier ben ik toch blij mee. En ik heb een emmertje water verdiend. Het is koud. We gaan even de kamer op statief zetten en dan komt het emmertje eraan. Jongens, nieuw pb 23 kilo. Lekker! Ah jongens, mijn armen begeven het. 23 kilo. Ja, wat een bak jongens. Hier ben ik bij me op de laatste dag. Komt altijd goed, zeg zo eens. Ben ik maar weer. 2 uur aan het vissen en daar gaat het op. Wie weet dat het nog wel kan brengen. Ah, ik wil gaan jongens. Wat een bak. Oh. Kijk dan even jongens. Oh. Hij mag gaan. Film die breedte is. Kijk dit dan. Die rug. Aan komen. Thanks man. Yes! Ah, lekker. Jongens, fucking ziek. Ik ben net nog nat. Emmetje water kreeg een nieuw PR. Ik zei nog even met Paul, Robin en Paul nagepraten. En die andere hengel vertrekt gewoon. Holy shit, jongen.
het is nog niet eens donker. Maar dit gaat een leuke nacht worden. Ja, deze is niet zo groot. Tik op de top. Niet te stoppen! Hij is over de rand. Hij is geen 14. Misschien 10. 10, 11. Ja, jongens, de cameraman die was er nog. En die andere hengel die ook gewoon af. Dat is natuurlijk extra mooi voor drillbeelden. 13-4, leuk spiegeltje. Fotootje aan de mooi terug. Daar zijn we weer blij mee. Ja, jongens, het is ongelooflijk. Ik zit op een roze wolk. Ja, het is de avond en het komt toch gewoon goed. Ik dacht nog van, het is zo zonde als ik op dit water gewoon geen 40 vang. Het zit er zoveel. En ja, om ons heen werden ze achter elkaar gevangen. Daarna natuurlijk twee buren, die Nederlanders een paar. Dus ja, eindelijk jongen, ik ben zo blij mee. Nieuw PB. En ik heb het sterf scout. Korte broek, helemaal nat en shirt. Maar ja, heb je dat besef van, ja, het kan wel zo'n leuke dag gaan worden. We moeten morgen even 17 uur terugrijden. En ik heb nog onderrijden nodig, dus die gaan we eerst even knopen. Maar goed, dus ik heb het allemaal voor over. En misschien komt er nog een dikke vannacht. Zo, we waren echt net een lekker hapje aan het eten. Zitten ze een klein beetje ziek, maar toch is het bed uitgekomen. En wie hebben we hier? Ja jongens, het is niet normaal. Het is pas 9 uur en hij gaat eraf. De vroegste vis overdag, denk ik. Ja. Nou ja, de eerste twee avonden van mij ook. Voor mij niet voor wel. Maar hij voelt heel log aan. Voelt hij log? Ja, ja. Vertel even wat Wietse heeft gevangen. Ja jongens, dat is echt niet normaal. Jullie hebben het waarschijnlijk op film al gezien. Wietse van een 23 kilo vis. Dus ik sta nu zwaar onderaan het klassement, dus het wordt bodies eten voor mij. Of dit moet een hele grote vis zijn. Dat zijn helemaal afgevallen. Wietse heeft 100 gram meer dan ik gevangen. Ja, bizar. Maar ik ben hartstikke blij voor die jongen. Ik ben ook wel hartstikke blij. Nee, Chit met onze service vrienden. Ik denk 21 kilos. I'm shooting for 24. Zo! Ja, 21. 21.2. Zo! Applaus, applaus. Applaus. Laatste nog ook zo'n 20 kilo. Wow. Oh, meer. Lekker gek. Chit, meister. Jongens, het is niet normaal. Op de laatste avond komt alles goed, zeggen ze wel eens. Ja, en dat is krijgen 9 uur zo een run. En een nieuw PB, jongens. Ah. Hoe zwaar is die? 20,2. En ja, blijer kan je mij niet hebben. Niet normaal. Prachtig, hij is dik, hè. Hij is dik. En hoe breed moet je kijken? Hij is erg breed. Zo. Ik ga helemaal kapot. Vaker naar de sportschool jij? Ja, nou jongens, Chit een nieuw record voor het eerst in 8 jaar tijd. Oh. Betekent een goede emmer met water. Oké, okay, klaar voor? Nee. 3, 2, 1. Zo! Zo! Ik ben helemaal zeiken. Lekker. Wat een vis jongens. Okay. Letten we, Chit. Zo jongens, echt helemaal over de moon. Eerste vis van vanavond en dan zo'n dikke bak. Dat is niet normaal, hè? Echt jongen, je kan me niet blijer krijgen. Het is toch wel een leuk klassement. Eindelijk mijn PB gebroken. Weer kijken hoe groot, hoe breed. En hij mag gaan zwemmen. Yes. Fantastisch. Laat zien. Ga ze weg. Zo. Heel zijn oor voor mijn mond. Mooi, what the fuck, gek. Het zit aan de binnenkant ook helemaal. Ja, lekker. Hé, hey, Maartje. Conclusie? Dat is het allemaal waard. 21-2 jongens, nieuw PB. En dan hebben we meneer Tieling staan met een krammer. Dit is wel zijn kleinste vis van hier tot nu toe. Voor het eerst van die dagen gaat eindelijk met hem een keertje. En dan zou je denken, nou, het zou ook wel 20 kilo vis zijn. Hoor hem dan joh. Maar nee, kijk, maar nee. Ik heb daar 10 knollen gevangen. Je hebt joh, alleen maar grote gevangen. Kijk, het is klein jongens, klein, kijk. En daar heb ik ook zeker 4-5 van gevangen. Ja, jij maar mag echt niet klagen. Ik klaag zeker niet, maar... Ja, jongens, ouderwets gekhuis. Ik heb hier één vis in. Het net zitten. Maar hij zat dus niet in zijn bek gehaakt. Dus het rilde zo lang. Op een gegeven moment ging ik gewoon pompen, want hij beef me gaan. Dus ook een schub is veel sterker hier. Denk je? Derde hengel. Breekt hij zo even door tweeën. Breekt de topdeel af. Dus ik moest hem met
aquarenend onderdeels triggen. Hij had dus de rijn van die andere engel gepakt, dacht ik. En dat zit helemaal in de kit, daarachter. En nu gaat die rijn dus heel erg anders heen, dus misschien dat hij ook een vis in zit. Maar ik voel er niks, dus misschien ik denk dat ik even met de boot heen moet. Maar eerst eens even die vis in de zin doen en dit even een beetje op orde krijgen. Wat een drama joh, alles door de war. Nou jongens, check dit, dat is niet leuk. Alles door de knoop en hier zit, aan de andere kant van de rij zit waarschijnlijk nog wat aan. Hoop, ik krijg maar even binnen. Hallo jongens, dit is toch wel een van de meest bizarre runs die ik ooit heb meegemaakt. Ik heb dus een visbeet, ik zie dat de rijn door die andere rijn gaat, dus ik krijg die rijn op de pieper. Maar het was dus een soort van dubbelrun en er zat dus schijnbaar een vis aan. Nou, op de een of andere manier zijn die beide rijnen zo erg door de knoop gehaald, door de war gegaan. Ook tijdens het scheppen van de vis, die andere rijnen helemaal door de war ziet. Maar normaal die rijnen helemaal naar de andere kant zien gaan. Dus ik denk, kut, er zit ook een vis aan. Dus ik ben mannenmacht tussen die twee knopen geknipt en zorg dat die vis niet weg kon gaan. Aan elkaar vastgeknoopt, snel opdraaien en toen zat die vis dus vast. Dus nou, ik met de boot het water op gegaan, zat hij helemaal aan de andere kant van het meer zat hij vast. Onderaan een tak, of nou meerdere takken. Dus die eerste tak graag los, ik voel contact met de vis. Ik wilde die tweede tak doen en toen schoot hij los. Of hij brak ze, zeg maar. Dus ja, misschien iets scherp onder water of zo. En man, wat een moeite zeg. Het is ook nog tijdens de drill dat mijn hengel brak. Alles zit deze vakantie tegen. Ik heb al twee hengels gebroken nu. Een voerschep. Shit, het schep net. Dus ja, het is het allemaal waard met al die dikke vissen. Maar het zit niet heel erg mee. Snel maar één hengeltje teruggooien. Die andere die is niet meer van niet meer mee te vissen. Gaat. Dus hoop ik dat deze of die derde hengel op de aparte voerstek dat die nog afgaat. Anders dan heb ik tenminste nog een beetje slaap voordat ik moet rijden morgen. 17 uurtjes terug naar Nederland. Maar avontuur is het in ieder geval wel geweest. Is die dan? Vis met een verhaal. 12 kilo. Ik denk dat ik anderhalf uur verder ben sinds deze run. Andere hengel ging ook af. Rijn door de kit. Hengel brak af. Vis zet zich vast met de boot naartoe. Ja, nieuwe montages maken. Omrijden. Voeren. Het is nachtwerk. En morgen mogen we lekker vroeg gaan rijden, maar een mooie vis, fotootje naar maar aan. Jongens, 14,4 kilo, wederom een prachtige vis en ja, vierde vis van deze tag. Ik heb eigenlijk de vis gevonden hebben na 5 à 6 nachten vis hier. Prachtige vis, fotootje en dan weer terug. Ja yes, jongens, morgen. Ik ben verrot. 4 gevangen, 2 gespeeld. Eigenlijk om de anderhalf uur wel beter gehad. En ik had beloofd om 7 uur terug te zijn met gasten. Dus nou iets over 6. Dus ik ga het bootje ga opruimen, het bootje inraden, terugpedden. Dan ben ik 7 uur terug. Hoop ik dat we rond 8 à 9 uur terug naar huis kunnen. En dan 17 uur rijden voor de boeg. Zin in. Hey jongens, kijk, het bootje is vol. Lekker terugvaren met het ochtendzonnetje. Mist op water. Na een geslaagde sessie. Wat wil je nog meer? Genieten. Hup, trek, pompen. Ja. Oh, lekker voor in de bus zo'n ding. Oh, en dat is bullen. Hij is wel mooi. Hij is fucking mooi. Oh, jongens, wat een beauty zeg. Zo op de valreep, denk ik een uurtje voordat de hengels eruit gaan. Deze super mooie beauty. Behalve rijden en de andere kant ziet er ook super mooi uit. Dat wil ik even laten zien. Ah, ze zetten hier dus om de zoveel jaar wat nieuwe vis uit om het bestand gewoon mooi te houden. En zeker als ze dit soort plaatjes gaan uitzetten, dan wil ik helemaal niet weten wat hier over een paar jaar zijn. Mooi, bizar water. Bizar, gek. Wat een vis. Had je nog teruggekomen of niet? Tuurlijk. Lekker safe. Ja, een mooie afsluiting zo, hè, van het avontuur. Zeker weten. Yes, shit, ben je een beetje beter? Ja, we zijn weer een stuk beter als gisteren, jongens. We nemen deze joekels mee, dus het moet helemaal goed komen. En kan je een beetje rijden, denk ik? De rijden gaat helemaal goed komen. Top. Nou jongens, we zijn aan het opruimen. Je ziet het.
aardig zooitjes te antwoorden. Zo nog even morgen tijd houden. Hou het bussen maar. Mooi! Let's go. Als je weet van onze weddenschap, de vriezer met de drie zwaarste vissen van hem met het minste aantal kilo's moest 5 boys eten. Deze keer is het wel een willekeurige smaak, je mag zelf kiezen. Volgend jaar misschien kiezen wij het. Ja, dat vind ik ook. En de vriezer is... Chitter! Met hoeveel gram? Ja, met 500 gram, maar jongens, ik heb verloren niet door kunde, maar door geluk van de anderen. Wietse is weer op een voorgevoerde stek waar al 26 kilo vissen gevangen gaan zitten. Ja, ik vind het niet zo gek als je een dikke van. Daniel vangt de 21 kilo vis van de buurman. Ook niet eigen kunde, anders had ik ze allebei ingemaakt, jongens. Dus maar. Dit jaar hebben ze nog geluk, maar volgend jaar komen ze niet meer. Veel praatjes. Jullie hebben veel geluk. Maar ik heb hier echt geen zin in. 5 boys, je moet ze helemaal opeten. Dat is mooi. Ja. Dat is lekker ontbijtje. Dank je ook wel. Nou, welke smaak is het? Zo. Ik zei ze even in één keer doen. In één keer alles niet. Verdamme. Ik pak echt een andere smaak mee. Poes je allemaal. Hij is nog niet op. Hij is nog niet op. Dit is mooi, dit is okay. Echt lekker. Kijk, vorig jaar moest Daan op de grond slapen. Dit keer Chitter Boys eten. Ah, ik heb zometeen ook nog een leuk geintje. Ja, en we hebben nog een non change. Ja, maar dat komt zo. Nog 4. Ja, zo. Wil je een Scopex of zo? Hot tuna. Hot tuna is goed. Doe maar een Scopex, denk ik. Gadverdamme. Ja, waar is dat? We zijn door naar de volgende smaak. Tandje minder, hopelijk voor hem. Tijger Crunch had hij toch wel moeite mee. We gaan nu door met de Scopex. 4 stuks nog. En de regel is, eten, doorzikken of kotsen. Nee. Geen andere optie. Deze zit in de bar, die broeken man. Het gaat echt niks worden hoor, alle 5. Doe maar. Als deze net zo vies is, dan stop ik er echt mee. Ik heb hier zo geen zin in, hè. Echt vies. Ja, zo. Is Scopex fijn? Scopex is gewoon goeie. Hou je bek, joh. Jongens, de challenge voor volgend jaar. We hebben over nagedacht. Tijgenoot te zijn met de shotten. Shit, bevalt ie? Het is toch wel genieten. Lekker. Mooie bergpaadjes. We zijn Duitsland in. Over de grens. Eén controle. Lekker. Kaka. Komt goed. Yes jongens, het is de day after. Het zit er helemaal op. De spullen zijn uit de bus. We zijn een beetje gaar allemaal. Alles smerig, alles vies. We zijn lekker fris gedoucht. En zijn helemaal opgeladen. Maar wat was het dik, hè? Ja. 3 nieuwe pers. Het was echt zo fantastisch. Wat was het lekker, hè? Wat hebben we genoeg? Jongens, volgend jaar nog verder, nog meer lekker vissen. Ja. Hebben jullie nou net zo genoten van de video als ons? Doe een blauw duimpje omhoog. Support ons, koop onze kleding. Laat een reactie achter. En abonneer natuurlijk voor meer. En we zien jullie volgende week. En anders weer voor 2 weken.